Yo gangsters en welkom bij een gloednieuwe How to Prank. En vandaag een super, maar dan ook een super simpele. Het is geen originele, maar ik wil jullie eraan laten denken dat deze nog gewoon bestaat. Wat gaan we vandaag doen, hoor ik jullie al denken en zeggen. Ik heb hier plakband. En ik heb een mooie deur. Als je het goed doet, dan lukt die altijd. Wat gaan we doen? We pakken een plakbandje. Of we pakken een grote tape. Het moet wel doorzichtig zijn. Dus dat wel. We gaan eerst wat de kleine doen. De deur. Die gaat zo open. Oeh. Dan moet hier de plakband. Op voorhoofdhoogte moet het plakken. Dus gaan we naar de andere kant van de deur staan. Opletten dat je dat zelf niet in doet. En wat er dan gebeurt, mensen die gaan bijvoorbeeld van de bank gaan ze een kopje koffie pakken in de keuken. Die komen aan. Hier plakt hij. Oh. Ah, god. Jongens, wat is dit? Dit is echt hilarisch, vooral als je het ziet gebeuren en je weet dat de traan gaat komen en hij loopt er tegenaan, dan ga je kapot van het lachen. Dan krijg je zo de slappe lach met de hele familie, dat is niet normaal. Ik laat jullie nu een paar voorbeelden zien wat ik op het internet gevonden heb. Het is hilarisch. Vorige keer hebben we over de 800 duimpjes gehaald. Hoeveel gaan we nu halen? Ik zeg 1000. Ik vertrouw in jullie. De mensen die altijd liken, thanks naar jullie. Maar die niet liken, like je leventjes. Koek koek. Ja, zoals ik net al zei, met de kleine plakband lukt het. Maar het gaat ook met een grote plakband. Het moet natuurlijk wel doorzichtig zijn. Dus daar gaan we weer. En daar heb je hem weer. Je ziet het bijna niet. Dan gaan we weer. Oh, ik kan eventjes een kopje koffie halen. Oh, au, ja. Je kan dat doen bij een deurpost. Je kan dat doen bij je auto. Je kan dat doen bij de douche. Je kan het overal doen waar mensen maar doorheen kunnen lopen. Vond je dit nu een leuke how-to prank? Hij was kort, hij was krachtig, hij was leuk. Duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren op Kingsters. En weet jij nu een leuke prank nog voor de how-to pranks? Of een lifehack? Of een goocheltrucje? Noem het maar op, het moet leuk zijn. Zet het hieronder in de reacties en wie weet gaan we jullie prank of andere video gaan we wel doen. Vergeet natuurlijk ook niet ons op social media te checken. Instagram en Facebook. En zie ik jullie volgende week maandag weer bij een nieuwe how-to prank. Of vrijdag bij een video. Doei!